Oei. Kijk, als je seks hebt, dan ga je toch niet een scheet lazen? Hey Blokkie Gamers en welkom bij Would You Rather. Sommigen van jullie kennen dit spelletje denk ik wel. Je krijgt eigenlijk een beetje een paar vragen. En dan moet jij dus, wat jij denkt, die moet je aanklikken. Dit spelletje is ook wel leuk als je een paar van die challenges doet. Want zoals mijn favoriete YouTuber, Jacksepticeye, die had zo'n slahand, weet je wel. Jullie kennen die krokodil wel met die tandjes. Als je een tandje indrukt, dat hij dan in één keer dichtklapt. Nou, hij had dus in één keer zo'n klaparm. En daar had hij dus slagroom op gedaan. En elke keer als hij fout had gedaan, dan moest hij aan een wieltje spinnen. Hoe vaak hij dus aan dat ding moest draaien. En dan wist je dus niet of hij in één keer gewoon een hand vol met slagroom in je gezicht kreeg. Nou, ik ga dat vandaag niet doen. Maar ik ga het vandaag gewoon eventjes. Het is ook de eerste keer dat ik dit doe. Ik ga gewoon eventjes kijken hoe dit werkt. Er is alleen wel één probleem. Mijn Engels is niet geweldig goed. Maar dat kan nog veranderen. Als ik naarmate ik dit vaker doe. Oké, we hebben dus als eerste de vraag: Would you rather fight all of the original Power Rangers in their Megazord robot? Or fight Optimus Prime? Oftewel, vecht met alle originele Power Rangers tegen Megazord robot. Of vecht tegen Optimus Prime? Ik ga denk ik voor die, want ik ben namelijk niet sterk. Yay! Goed! Hoe kan ik naar de volgende? Hallo? Hoe kan ik naar de volgende? Oh, zo. Oh. If you had a daughter, dus als je een dochter had, would you rather have her die of terminal cancer at 18? Have her get kidnapped and sold into the sex trade at 18? Dit is wel een hele lastige zeg. Heb je haar dood in een terminal, oftewel dat ze dood gaat op haar 18e door kanker? Of dat je haar laat kidnappen en gaat verkopen in de porno-industrie? Het is je eigen dochter, hè? Ik zou mijn eigen dochter echt niet verkopen aan een porno-industrie. Dus het is misschien een beetje raar, maar ik ga toch echt voor die, want het is je eigen dochter. Kijk, ik wist het wel, ik wist het wel. Je gaat, dat doe je niet. Je gaat je dochter niet verkopen aan een porno-industrie. Tenminste, dat lijkt mij een porno-industrie. Lijkt mij. Mag ik nou verder? Waarom kan dat niet zo? Want deze game kun je namelijk niet de fullscreen, dus dan moeten we dat maar zo doen. Be incredible stupid, but have the best of luck. Be an incredible genius, but have the worst of luck. Eerst moet ik niet zien. Hatsjoe. Oké, wees dus hartstikke dom, maar je hebt altijd geluk. Of je bent hartstikke genie, maar je hebt nooit geluk. Dan heb ik denk ik toch liever die. Ik heb toch liever geluk dan dat ik slim ben. Kijk, ik ken ze tot nu toe nog allemaal goed. Daar ben ik wel blij mee. Poek. Would you rather have to drive a pink mount of the next 2 years? Rust on an alligator on time. Oftewel, rij in een roze auto of zo, denk ik. Mopt, weet ik niet precies wat het is, want mijn Engels is niet zo goed. Rust on an alligator one time. Oftewel, worstelen met een alligator eenmalig. Ga ik voor die. Hey, alweer goed. Nee, niet goed. Niet goed, wat we hebben. Kijk, als ik nou dus fout had. Dan wat Jack dus deed. Met die slaarm en dan aan die dingetjes draaien. Dat je in één keer plats. In één keer allemaal slagroom in je bakkers krijgt. Is leuk. Eén foutje. Would you rather have your best dream and worst nightmare come true? Never have any of your dreams come true. Ja, dan ga ik toch voor die. Hè? Waarom zou je. Je hebt echt geweldig dromen. Maar dat je ergste nachtmerrie uitkomt. We hebben de meesten. Ik heb een haar in mijn oor. Weg. Of. Dus het is eigenlijk. Never have any of your dreams come true. Oftewel, nooit jouw dromen komen uit. Ja, dat snap ik ook wel. Als je dromen nooit uitkomen. Oké. Ik heb het fout. Would you rather play GoldenEye on the Nintendo 64? Of play Hello op de Xbox. Ik weet niet wat GoldenEye is. Hello ken ik wel, maar wat GoldenEye is, weet ik niet.
Ga ik voor de Xbox, want die heeft betere graphics. Kijk, de meeste mensen die hebben liever betere graphics, hè. Ja, zo is het wel tegenwoordig. Oké, volgende. Would you rather get gas every time you around the sex you're attracted to? Of burp after every time you kiss? Get gas every time you around the sex you attracted to? Oftewel, volgens mij, ik denk dat dit is. Na de seks laat je altijd een scheet. Of je gaat altijd boeren naar het kussen. Oké. Oh nee, laat een scheet tijdens de seks. Oftewel, nog een keer in het Nederlands. Would you rather? Altijd een scheet laten onder dat je seks hebt. Of ga altijd boeren als je aan het kussen bent. Oei. Kijk, als je seks hebt, dan ga je toch niet een scheet laten. Maar ook als je... Let op, hè. Je bent aan het zoenen met je vriendin. En je kijkt haar in de ogen en in één keer burps recht in haar gezicht. Nou. Wat zou je dan het liefste willen? Ik denk die. Maar je laat geen scheet tijdens het seksen. Dat doe je niet. Wat een rare vraag. Ik heb het wel goed. If you were on Starship Enterprise, would you rather work under Captain Kirk? Work under Captain Picard. Starship Enterprise, ik heb ook geen idee wat dat is. Oftewel, werk met Captain Rick of werk met Captain Picard? Picard of Kirk? Picard klinkt mooier. Alweer fout. Snack. Would you rather be the last human left on Earth of be dead? Ja, dan ben ik liever dood. Ik wil niet alleen op de aarde zijn, hoor. Be the last human left on Earth. Waarom? Ja, je hebt wel weer een voordeel. Als je alleen op de wereld bent, dan kun je alles doen wat je wilt. Dat is dan wel weer waar. Maar ik zou niet echt de allerlaatste mens op aarde willen zijn. Je hebt ja niemand. Je hebt helemaal niemand. Dan ben ik toch liever dood. Ja, het klinkt misschien hard, maar het is wel zo. Would you rather be able to kill anyone by writing their name in a notebook? Of be able to heal anyone of any injury, illness or receive the dead via a kiss? Oftewel, vermoord iedereen die zijn naam noteert in een schrift. Of help alle mensen op aarde die ziek zijn. Maar als ze dood zijn, dan geef je ze een kus. Als ik het goed heb. Nee, dan ga ik voor die. Want stel, hè, je schrijft op school, je schrijft 3 keer schreef je jouw naam op een schrift. Dan mag ik jou 3 keer vermoorden. Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Would you rather be able to speak every language in the world fluently? Of be the best in the world in one category of your choosing? Oftewel, spreek elke taal in de hele wereld hartstikke goed. Of je bent de beste in de wereld in één van de categorieën naar jouw keuze. Ik denk die. Oh, fluently. Dat zou dan wel heel crap zijn, denk ik. Ik weet het niet. Would you rather stick your cut-up head into a ball of fine gar? Eat 3 rooms alive. Stick your cut-up hand into a ball of fine gar. Wat is fine gar ook alweer? Ik ga geen fucking 3 wormen levend eten. Echt niet. De meeste mensen die gaan 3 wormen... Oh, oké. Ja, ik ben niet zo goed in Engels, dus ik weet niet precies wat het is. Would you rather eat moderately toast, 1 slice, eat moderately grapes, a small bunch? Oftewel, eet altijd een tosti, of weet ik veel, 1 keer per zoveel, of eet altijd moderately grapes, a small bunch. Laat ik van die gaan. Ik ben niet zo goed in Engels, dus dat is het probleem. Nou, hoe lang zijn we al bezig? 9 minuten. Nou, laten we nog een stuk of 3, 4 doen. Would you rather believe your friends like you? Know exactly what your friends think about you? Oeh, dit is wel een lastige. Oftewel, would you rather... je denkt dat al jouw vrienden jou leuk vinden. Of je weet precies wat jouw vrienden van jou denken.
Oeh. Ja. Ja, ja, ja. Believe your friends like you, know exactly what your friends think about you. Dan ga ik toch voor die, want ik hou van eerlijkheid. Kijk, ik wist het wel. Ik hou van eerlijkheid. Would you rather run 26 miles or swim 5 miles? Oftewel, het is daar geen kilometers, maar ren 26 mijlen of zwem 5 mijl. Ja, dan ga ik voor het rennen, want zwemmen dat is gewoon hartstikke zwaar. Oh, 50-50. Ah, dat vind ik netjes. Maar de meeste mensen die gaan toch liever zwemmen als je kijkt naar 789.000 tegen 788.000. Dus ja. Would you rather have a wardrobe completely of the flannel plaid of have a wardrobe completely of denim? Flannel plaid? Oftewel, je hebt een kledingkast met flannel plaid, geen idee wat het is. Of je hebt een kledingkast vol met denim. Weet ik ook niet wat dat is. Ik ga gewoon met mijn ogen dicht, ga ik er gewoon eentje aantikken. Dan heb ik toch nog goed geraden, hey. Weet je wat, laten we er nog eentje doen. Ik vind het wel leuk. Nog eentje. Would you rather be as you're now of have $100 million but have 5% chance of instant death? Oftewel, wees nu jezelf of heb $100 million, maar heb 5% kans op de direct doorgaan. Ja, dan ben ik toch liever mezelf. Maar iedereen hier gaat natuurlijk weer voor het geld. Nou, ik ben toch liever mezelf. Nou, vooruit nog eentje. Would you rather erase Canada off the map? Erase New Jersey off the map? New Jersey wil ik van de map afhalen, want Canada is gewoon prachtig. Ik ga voor die. Juist. Ik heb het wel goed. Goed jongens, maar ik wil jullie in ieder geval allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Would You Rather. Laten we in de reacties weten wat jullie van deze vragen vonden. En misschien dat jullie ook nog wel leuke vragen voor mij hebben. Ik vind het hartstikke leuk, alleen ik vind het wel jammer dat je dit niet in fullscreen kan doen. Maar goed, want nou hebben we de hele tijd dit hier onderin gekregen. Maar goed, als je dit een leuke video vond, zou je het hebben willen belonen met een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor nog meer leuke video's. Hopelijk hebben jullie genoten en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!